Ja, en daar gaat de taart. Ja, het is wel heel erg als dit op je bruiloft gebeurt. Het is nog veel erger als het ook nog eens is vastgelegd. Nou, of fotograaf Leonard Walpot ook zulke verhalen heeft, ziet u in deze uitzending van U Vandaag. Ja, Leonard is Utrechtse fotograaf en is 4 keer genomineerd voor een hele belangrijke fotoprijs. Daarover praten we zo meteen verder. Ook aan tafel onze stamgasten. Ik ben ondertussen afgeleid, want het gordijn gaat even mee met de camera. Maar volgens mij valt het niet naar beneden. René de Vries van de seniorenbelangenvereniging AMBO. Maar we praten eerst over de Fietsersbond. Want een hele mooie prijs voor Houten. Houten is fietsstad van het jaar 2018 geworden. Martijn van Es aan tafel van de Fietsersbond die deze prijs in het leven heeft geroepen. Hoe belangrijk is het, deze prijs? Nou, het is een hele belangrijke prijs. Er hebben 45.000 fietsers in heel Nederland meegedaan aan de enquête die ten grondslag ligt van deze prijs. En daarnaast hebben we er ook nog wat objectieve data bij gezet. En daarmee hebben we een ranglijst gemaakt en Houten staat bovenaan. Objectieve data als in een jury? Ja, nee, de objectieve data is hoeveel fietspaden er langs 50 kilometer wegen liggen. Oh. Hoeveel fietspaden er überhaupt zijn. En de jury mocht, omdat in de top zijn de verschillen heel klein, mocht de jury kijken van wat weegt nou zwaarder. En de jury heeft uiteindelijk Houten gekozen. Waarom? Omdat Houten eigenlijk al 10 jaar geleden was Houten al fietsstad. 2008 hebben ze de eerste keer de titel gewonnen. En ze hebben het de afgelopen 10 jaar eigenlijk perfect vastgehouden. En ook steeds weer nieuwe dingen uitgevonden. Een fietstransferium bij het station, waar mensen echt naadloos kunnen overstappen van de fiets op de trein. En daarnaast ook een fietsnet waar je met kleurroutes gewoon je weg kan vinden binnen de gemeente. En Houten Zuid, de uitbreidingswijk van Houten, die ook weer precies volgens de juiste verkeersmodules is ingericht, zodat de fiets daar de hoofdrol speelt. Want zo'n fietstransferium, hoor ik u zeggen, dat is iets waar bijvoorbeeld Utrecht nog van kan leren bij het station, denk ik. Ja, je ziet dat Utrecht eigenlijk is Houten de voorloper van wat Utrecht nu aan het bouwen bent. Natuurlijk een schaaltje kleiner, maar het is wel hetzelfde, dezelfde filosofie. Zo dicht mogelijk bij het station kunnen parkeren, gratis en overdekt eigenlijk wat je als fietser wil. Ja, ook Veenendaal zat in de race. Die was ook genomineerd. Wat heeft Houten wat Veenendaal niet heeft? Nou, Houten, sommige mensen die zeggen wel eens, Houten speelt een beetje vals. Want in Houten hebben ze eerst de fietspaden aangelegd en vervolgens de stad eromheen gebouwd. En Veenendaal heeft dat niet. Is echt als een autostad aangelegd. En dat merk je toch wel op bepaalde dingen. Maar er zijn ook dingen waar Veenendaal weer iets beter scoort dan Houten. Houten moet je bijvoorbeeld als fietser toch wel nog wel wat omrijden. Omdat de ringweg is auto's en fietsen zijn daar gescheiden. Dus bepaalde wegen mag je niet op. Daar scoort Veenendaal wel beter. Maar Houten doet het allemaal net iets beter. Ja, en ze krijgen naast Houten zo'n heel mooi fietsenbordje van Fietsstad 2000, wat je onder de plaatsnaam kan zetten. Gaat Houten ook doen, heb ik gehoord. Oh, mooi. We weten iedereen het. Maar ze krijgen ook wat tips en tricks van inderdaad hoe ze het beter kunnen doen. Ja, want alle mensen die het voor Houten hebben ingevuld, hebben we gevraagd van wat is er goed, wat kan er beter? Nou, daar komen natuurlijk heel veel dingen uit die nog beter kunnen. En daarnaast hebben we zelf ook nog wel wat dingetjes te melden. Niet veel, want het gaat al heel goed. Maar die krijgt de gemeente ook nog van ons als aanbeveling. Wat is jouw grootste ergernis, grootste irritatiepunt op de fiets? Auto's. En mijn kinderen zijn jong, maar willen wel zelf fietsen. En dan zie je dat ze toch wel heel erg nog moeten opletten. Auto's die van achter komen. Want in Utrecht worden nu bijvoorbeeld heel veel fietsstraten gerealiseerd. Ja. Voor sommige plekken is dat echt heel goed. Maar het hangt heel erg af van hoeveel auto's en hoeveel fietsen er zijn. Als er te veel auto's zijn, dan is een fietskaarsstraat weer minder veilig. Maar het grappige is wat je net zegt. We hebben ook wel kritiek gekregen op Houten. Omdat ze zeggen, maar die kinderen in Houten, als die dan straks gaan studeren in Utrecht of Amsterdam, die krijgen de schrik van hun leven. Houten moet wel ook investeren in educatie bijvoorbeeld. Oh ja, precies. Betere verkeerslessen. Ja. Nou, dat zijn allemaal tips en tricks waar ze nog aan kunnen werken. We gaan het hebben over trouwfoto's. En ik dacht, heerlijk, dan krijgen we van die zwijmelende verhalen aan tafel en romantische foto's om te laten zien. Maar dan heb ik net 2 aromantische gasten hier zitten. Want René, even naar jouw trouwfoto kijken. Ja, waar is die? Kunnen we een beeld krijgen?
René heeft namelijk een... Nou, vertel het even. René, wanneer ben jij getrouwd? Oh ja, nou ja. Dit is 9 jaar geleden op dinsdagochtend om 9:50. Ik durf te zeggen dat we om 9:50 weer buiten stonden. En zoals de kijker misschien kan zien, was het 5 weken voor mijn bevalling. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ik ben nog steeds met deze leuke jongen. We zijn er hartstikke blij mee. Maar waarom voor deze manier gekozen? Mijn bevalling kwam er aan en we hadden helemaal niets geregeld. En toen zei ik, god, zullen we dan toch maar gaan trouwen? Dat is misschien wel het beste. Met de afspraak dat we het nog eens over zouden doen. Nou, sindsdien is er helemaal niets meer gebeurd en zijn wij ook niet verder gegaan. En heb ik geen witte jurken aangehad of andere dingen. Oh, nou, want als je het nog een keer over zou moeten doen... Want dit is een inkoppertje. Dit doet pijn in je ogen, denk ik, als trouwfotograaf. Nee. Want... Dat kun je op 2 verschillende manieren bekijken. Want voor mij is het belangrijk dat je dat doet. Die foto's die liggen een moment vast. En daar zit een bepaalde waarde in voor jezelf. En dat zul jij vast ook herkennen. Ook al zul je zeggen, ja, dit is niet de allermooiste foto. Het is wel een tof moment. Er zitten getuigen zitten erachter en erbij. Dus dat, het heeft betekenis. En dan zeg ik, weet je, dat is fantastisch. Mm-hmm. Ja. Want we hebben hier niet de eerste beste aan tafel zitten. Leonard is maar liefst voor vier categorieën genomineerd voor een hele belangrijke prijs. De Bruidsfoto en Film Award 2018. Dat is best wel heel bijzonder dat jij voor 4 categorieën genomineerd bent. Ja. Dit jaar is er 1 fotograaf die dan... ik in 4 categorieën genomineerd. En er zijn wel meerdere fotografen ook wel met meerdere foto's genomineerd. Hoor. Dus dat wel. Het is niet zo dat niet vaker voorkomt. Maar ik vond het wel tof om te horen toen ik het bericht kreeg... dat het 4 foto's waren. Want laten we heel even kijken naar de foto's. En dat is misschien het allerleukste. Want dan weten jullie ook hoe het ook kan. Hè? Want bijvoorbeeld in de categorie bruidskinderen is deze genomineerd. Ja, ik moest er heel hard om lachen. Want ja, het kind valt inderdaad meteen als eerste op. Ja. Wat is hier gebeurd met het meisje? Ja, het is een meisje. Dat is de dochter van het bruidspaar dat daar vooraan zit. Het is in Amsterdam, Begijnhofkapel. En zij zat gewoon met een aantal andere kinderen eigenlijk die hele ceremonie al heen en weer te rennen. En wat hier gebeurt is dat ze gewoon eigenlijk even uitgeteld, misschien zelfs een beetje baldadig, gewoon op de grond gaat liggen daar. Onschuldig en baldadig tegelijk. Ja, het kan ook heel ernstig eruit zien. Ja, natuurlijk. Want ik krijg heel veel verschillende reacties hierop. Heel veel mensen vinden het aan de ene kant een hilarische foto. Maar tegelijkertijd denken mensen ook, ja, maar wat is hier gebeurd? Is het ernstig of zo? Die vraag krijg ik serieus. Want deze foto is ook wel internationaal een keer op een aantal websites geweest. En je ziet dat iedere cultuur ook wel weer andere gewoontes heeft of anders reageert. In Nederland is het prima dat kinderen rondrennen tijdens een ceremonie of in een kerk. Of dit is in een kerk. Ja, want we hebben ook in de categorie Family and Friends. Dat is een hele groep mensen die dan in beeld zijn. Uh-huh. En ik dacht bijna zoiets van, heb je dit in scène gezet? Ja, nee, dat is niet zo. Ik geld eigenlijk dat ik niks in scène zet, zou je kunnen zeggen. Momenten, emoties, dat is waar ik op focus en waar ik me op richt. En dat wat gebeurt, dat leg ik vast. En ook hier. Dat is prachtig, maar ik vind het bijna filmisch. Ja, dus de Westerliefde in Amsterdam is een hele mooie trouwlocatie ook. En daar zitten alle mensen die zitten eigenlijk te kijken naar een filmpje volgens mij over het leven van hem of zo. Wat het precies was, dat weet ik niet meer. Maar er gebeurde wat grappigs. Maar ze zitten daar wel mooi, ja. Ja. Nou heb jij natuurlijk, want aan het begin zagen we even zo'n lekkere blooper. Echt, op internet staat het vol met dat soort filmpjes. Heb jij nou ook een mooie anekdote wel eens meegemaakt? Iets wat misgaat? Of, die voel je al aankomen. Natuurlijk heb ik ook wel eens een keer iets meegemaakt. Mijn grootste leermoment gelijk geweest. Ik denk dat het 2013 of 14 al was. En ik... er was een soort tafel als dit, waar de ambtenaar achter stond. En ik... Ik was even de locatie aan het bekijken van oké, hoe gaat dit eruit zien zo meteen tijdens de ceremonie. En de lage autosleutels, die vond ik echt in de weg liggen. Voor je shot? Ja, precies. Dus ik dacht, ik pak die sleutels en die leg ik even ergens anders neer. Maar ik kon eigenlijk niks anders vinden om ze neer te leggen. Dus ik vergat die sleutels en ze zaten dus in mijn binnenzak. En nergens meer aan gedacht. Na de ceremonie vertrek ik alvast naar de volgende locatie. En ik sta maar te wachten tot het bruidspaar komt. Oh, en dat bleken de sleutels van de trouwauto te zijn. En dat is allemaal goed gekomen. Daar kunnen we achteraf ook heel hard om lachen. Want ze gingen met iemand anders mee. Nou, even later kwamen ze. Dus het bruidspaar kwam aan in een auto. En wat niet de bruidsauto was, duidelijk. En goed. Dat was dus een leermoment. Het was hilarisch. En een leermoment, want dat is voor mij geweest. Het is niet mijn taak om ergens aan te zitten. Ik moet gewoon vastleggen wat er gebeurt.
En dit verhaal vertel ik ook wel aan bruidsparen als ze bij mij komen. Ja, dat is meteen ook jouw kracht eigenlijk, om echt vast te leggen wat er gebeurt. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat probeer ik ook wel uit te leggen. Ook aan de hand van bijvoorbeeld, weet je wel, stel ik sta dichtst bij de voordeur en de bel gaat. Ik ga niet open doen, want voor hetzelfde geld is het je broer uit Australië die je dan ziet. Ik noem maar wat, maar het kan, hè? Ja. En daar zit zoveel kracht in, dus dat moet ik gewoon ver vandaan blijven om dat te onderbreken, ja. Ja. Nou, mocht u alle vier de foto's er zien, want er zijn er nog twee en nog twee categorieën, moet u even naar de website BFFA, oftewel Bruidsfotografie en Filmaward.nl gaan. En daar kunt u ze allemaal bekijken. En dan kunt u ook stemmen tot 10 mei, want 28 mei wordt de prijs uitgereikt. We gaan het hebben over senioren. Want die ouderen die willen niet meer met pensioen, joh. Moet er maar eens kijken. Dit is Koos Bubbe uit Hollandse Rading. Hij is een van de 3080-plussers in Nederland die nog gewoon betaald werk doet. Koos is 84 jaar oud en werkt al 60 jaar lang als orchideeënkweker. En vooral zijn vrouw is daar trouwens heel erg blij mee. Hij mag toch maar lekker doorgaan. Ja, ik moet hem niet elke duim in huis hebben. Laat hem maar lekker in de kast zijn. Hè? Ja, aan tafel is René de Vries van de AMBO. Deze vrouw die vindt het allemaal helemaal fantastisch. Maar wat is eigenlijk de reden van zulke ouderen om dit nog te doen, te willen? Nou, het kan dat het moet. Of je nou echt weinig geld hebt of gewoon te weinig geld hebt om leuke dingen te doen. Maar heel veel mensen willen ook onder de mensen blijven en willen hun ervaring benutten en willen gewoon waar ze van genieten, voortzetten. Want deze meneer uit Hollandse Rading is niet de enige in zijn soort, hè? Nee, er zijn er heel veel. En toen ik voor een aantal media op zoek moest naar 80-plussers die werken, toen had ik ze zo gevonden. Dus er zijn er 2700. Als je naar 75-plussers kijkt, zijn het er zelfs 25.000. Zo. Dus het aantal mensen dat echt lang doorwerkt, niet per se fulltime trouwens, stijgt enorm hard de laatste jaren. En als belangenvereniging voor senioren, de AMBO, is dat positief? Vinden jullie dat goed? Ja, als het een keuze is, laten we dat voor opstellen, dan is dat heel positief. Want mensen houden hun geest vitaal, hun lijf vitaal, blijven onder de mensen. Dus ze bouwen ook aan hun netwerk. En het helpt om actief te blijven. Toch wordt er ook veel geklaagd. Oh, pensioensleeftijd gaat omhoog. Martijn, kunt u zich voorstellen dat u ooit op de bank belandt en denkt, nou, werk, dat doen we even niet meer? Ja, ik vind het lastig. Ik werk in de communicatie en dan denk ik van, ja, als ik straks ben ik 70 en dan moet ik nog steeds werken. Van, weet ik dan nog, zeg maar, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van communicatie? Je vraagt je dan wel af, van, gaat dat dan nog lukken? Mm-hmm. Maar ja, het zal moeten. Ja. Maar je zegt ook van, er zijn ook mensen die er niet voor hebben gekozen. Wat kan er dan? Het kan zwaar zijn. Of dat nou geestelijk is of echt fysiek zwaar. Er zullen geen of weinig stratenmakers zijn van 75. Maar je hebt gelijk. Je moet ook bij willen blijven of bij kunnen blijven. Dus het is echt belangrijk dat je niet gaat nadenken over je toekomst als je pensioen in zicht komt. Mm-hmm. Misschien wel ietsje eerder. Misschien heb je al andere ambities als je bijvoorbeeld 45 bent. Ben jij die zelf al? Nou, nog niet. Ik geniet erg van mijn werk. Maar ik kan me best voorstellen dat je iets tegenkomt dat je denkt, hey, dat zou ik ook wel willen. En orchideeën kweken, om maar iets te noemen hoor. Ja, daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. Dat je daar heel veel voldoening uit haalt, uit klantcontact. En om iets te zien groeien en om te leren waarom dingen werken. Ja, en deze meneer is ook heel erg bang dat zijn bedrijf op zijn gat ligt als hij ermee stopt. Nou ja, dat is trots om het vast te houden. Precies, daar kan me daar best wel iets bij voorstellen. Als je niet dé opvolger hebt gevonden, dat je zegt, ik ga gewoon door. Want nu werk je inderdaad voor de AMBO, maar wat zou jij willen doen als je... Zou je helemaal willen omscholen bijvoorbeeld? Nou, ik had altijd wel een soort vage droom dat ik ook wel bijvoorbeeld verloskundige zou willen worden. Dat lijkt me fantastisch. Als oma van 80. Maar het zijn altijd dingen van wat is de timing en wat kan en hoeveel scholing is er voor nodig en wat kan ik nu al. Dus ik, volgens mij gaan die dingen niet zo van, nou, ik ga nu heel de andere kant op. Maar ik stuur een beetje bij. En misschien stuur je daarna nog wel eens een beetje bij. Ja. Maar alles moet je gegeven zijn. En als je niet gezond bent of niet mobiel bent, is het natuurlijk, kan je wel willen, maar is het natuurlijk misschien niet mogelijk. Nee. Dus alles gaat erover, kan het, wil je het, lukt het. Maar dan is het een heel positieve ontwikkeling. Mooi.
Nou, dankjewel. We gaan daar. Het is een mooie afsluiting trouwens, dit. Goed nadenken over wat u wilt als u ook met pensioen bent gegaan, want alles is nog mogelijk. We gaan de prijs afwachten. Spannend. 28 Zeker. Mei dus, ja. Dus dat duurt nog even. En bedankt voor uw komst ook aan tafel en u thuis voor het kijken. Wij zijn er uiteraard morgen weer met een nieuwe uitzending. Tot dan.